Nou, zitten we hier met een... Apenrolletje erbij. Lekker. Tjing, tjing. Net als in Livigno. Hoppakee. Ja, jongens. Helemaal goed. Ik word hier door 3 mensen vastgehouden, dus ik kan geen kant op. Hey, super dat jullie er allemaal zijn. Met de bus, met eigen vervoer. En inmiddels hier met elkaar lekker al van een drankje aan het genieten. Voor jullie beeld, tot 3 dagen geleden was het hier helemaal grijs en bruin. En was er geen sneeuw te zien. Maar we hebben even geregeld dat er wat sneeuw is gevallen. Dus zowel hier als boven is het echt hartstikke prachtig. Lekker op tijd naar bed, want morgen hebben jullie een hele zware dag. En dat kan ik je wel beloven. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken en laten we er 1 groot feest van maken deze week. Hallo, we zijn hier in... Zwitserland. En ik ben hier met mijn neef Bob, ik ben Olivier en wij gaan deze week vloggen als een gek. Want wat ga jij doen, Bob? We gaan skiën, snowboarden. Vet, jij gaat op een zitski, hè? Ja. Was het de eerste keer? Ja. Nou, je hebt er wel zin in, denk ik. Ja. Ja, want we liggen nu een beetje in bed. Kijk, dat kan je wel zien. We liggen hier alvast even in de kamer. Hè? Want we hebben net 15 uur in de bus gezeten. En dat was best wel een beetje lang. Dus wat hebben we nu tegen mama gezegd? Ga jij maar even de spullen halen. En zorg ook voor een lekkere pizza. Nee, dat weet ze niet. Maar dat als ze dadelijk de spullen heeft gebracht, dan ze ook nog een pizza kan halen. Ja. En dan, nou, wat gaan we morgen doen? Skiën, snowboarden. Ja. Hey, zal ik eens even vertellen wat ik kan doen? Ja, laatste, ja. Kijk, dit is jouw doel. En daar gaan we je zo in helpen. Dan ga je erin zitten. En dan ga ik je helemaal vastmaken met de snoertjes. Zo? En als je eigenlijk helemaal vast zit en je zit goed, dan duw ik jou naar boven. En dan daar bij de lichter trek ik eigenlijk mijn schoenen aan in de schoen. En dan heb ik het idee. En als jij het koud is, Angela! Je wil niet meer. Angela! Stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Maken. Ja. Ja, joh. Als je dan optrekt, dan maak je wheelie. Voor de wheelie. Echt vet. Zo. Dat heb ik nog niet veel kinderen zien doen, hoor. En dan gaan we rustig glijden naar de overkant. Wacht even.
Ja, goedemiddag. Ik ben hier op de Mentality Games en ik kom hier een jongen tegen. Hi, hoe heet jij? Bobby. Hi, wat ben jij hier aan het doen allemaal? Skiën. Ja, waar ben je vandaag geweest allemaal? Helemaal boven. En bij Funpark heb ik iets van gehoord? Ja. Daar. En wat moest je daar allemaal doen? Schansen doen. Ja, hou op man. Heb je geschanst? Ja. Yes. Goed man. Ja. Heb je wel naar je zin? Ja. Gaan we vanmiddag weer verder? Ja. Hey, en wat ga je dan vanavond doen, Bob? Barbecue. Nog iets aan de volgers te zeggen? Later. Nou, we staan nu bij de gondel, want ja, de pannenkoek die was eigenlijk alweer genoeg na een dag. Dus we gaan nu helemaal daar naar boven.
Hey, en jij bent sitskier, hè? Ja. Wat eet jij dan allemaal voor ontbijt? Want dan moet je toch wel speciale dingen eten, denk ik, hè? Katham. Ja. En wat ligt hier nog meer? En dan, hallo, ik ben Google. Je moet gewoon een paaltje slalen, hoor je. Twee jaar van ellende en geen reis en coronapandemie en stokken in je neus hier met z'n allen bij elkaar te mogen komen om weer te mogen genieten van de wintersport. Daar is dit evenement natuurlijk voor bedoeld. Ik denk dat jullie een goede afspiegeling hebben gehad de afgelopen dagen van wat wintersport inhoudt. Een zonnetje op je gezicht tot koude sneeuw in je nek. En natuurlijk, ik zie er nou ook alweer een paar af en toe een kleine biertje tijdens de appelski. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Ik hoop dat we daar mogen bij aandragen aan die geweldige ervaring. Het zijn al die fantastische vrijwilligers die zich op hun eigen manier hebben ingezet om van het evenement een groot succes te maken. Dus ik wil echt een loeihard applaus voor iedereen die een zin heeft. Dan gaan we naar de prijsuitreiking. Want we hebben natuurlijk vanavond een slalom gehad, maar dat was zo dat de prijswaarneming niet werkte. Maar dat doen wij niet zo moeilijk over, want dan gaan wij gewoon zelf uitkiezen wie de prijzen hebben gewonnen. Doris haalt even de bekers, dus die gaan we kort tevoorschijn vertonen. Dat bouwt de spanning lekker op. Tweede plaats is een jongen die begon deze week in een zitski, maar die heeft gewoon de switch gemaakt naar het staanskiën. En dat is echt ontzettend knap. Dus gewoon een heel groot applaus voor Benjamin. En de eerste plaats voor een ware snelheidsduivel die we vandaag over het parcours hebben zien gaan. Hij heeft net al wat plaatjes aangevraagd. Het was niet normaal wat die jongen allemaal op wil zetten. Maar ik wil graag de eerste prijs van de slalom uitreiken aan Bobby! Yeah! Gaat deze week? Ja! Wat vond je het leukste? Over de slalom. En heb je ook nog de eerste prijs gewonnen, dat is toch niet normaal? Ja, dit zijn die fruitpakken. Kom je volgend jaar weer mee? Ga je dan nog sneller? Ja? Grote applaus voor Bobby! Ja. Ik denk ook even. Ja, met echt al de beker, joh. Ja. Nou, zeg. Echt het. Mag ik even zien? Ja,
En moet hij zeggen? Absoluut, absoluut. En dan allemaal vanavond leuk afsluiten, hè, met z'n allen. Kijk, dat moet ik doen. Ik zie je vanavond in de kroeg. Hey! Oh, ja, het is een goede video. Yeah. En jij gaat vanavond zeker niet meer, of wel? De volgende jongen die ik naar voren wil halen, vind ik echt ook een onwijs bijzonder verhaal. Is iemand met heel zijn gezin hier. En ik heb hem dingen zien doen, zichzelf zien ontwikkelen, openstellen naar anderen. En misschien wel het belangrijkste, ik heb gezien dat wat jullie met z'n allen... Wat jullie met z'n allen doen... Dat wat jullie met z'n allen doen echt verschil kan maken in iemands leven. Want deze jongen die heeft... van de week kwam die binnen, rollen. En zei die... En hier word ik gewoon gezien als mens. En hier word ik gewoon gezien als een persoon. En dat hebben jullie met z'n allen gedaan. Tom Bliekendaal. Ontzettend bedanken namens heel de organisatie hier. Ja, ik wil het even nog wel even. Komt ie, wacht. Ja. Hey Bob, wat ben je aan het doen? Snowboardschoenen gaan halen. Je bent ook snowboardreparateur. Goed man. Het ijs heet. Hallo! Dit is echt een domme zaakje. Ja, echt super stom. En koud. Je moet gewoon een paaltje slalen, hoor je. Later.